Zo, we zijn weer. Sportvastdag 9. En dat betekent eigenlijk dat het hierna nog één dag is en dan is formeel de kuur afgelopen. Daarna is het hele trek natuurlijk nog niet afgelopen, want de kuur afronden is eigenlijk nog maar het begin. Het gaat erom wat er daarna natuurlijk gebeurt en iedereen is er ook heel erg nieuwsgierig naar. Ik krijg heel veel positieve feedback van mensen op de videoblogs, wat ik echt heel erg leuk vind, dank jullie wel. Daarnaast heb ik een foto geüpload op Facebook om te laten zien van nou jongens, dit is wat ik tot nu toe ben afgevallen. Foto van toen ik begon en een foto op mijn slangst, om het even zo te noemen. En ja, iedereen heeft wel zoiets van wauw, dat is echt waanzinnig. Maar ja, goed, hoe is dat als je... hoe is het als je eenmaal weer je voedingspatroon weer natuurlijk oppakt? Ja goed, zoals ik al zei, ik ga mijn voedingspatroon wel aanpassen. Dus dat betekent niet dat ik heel spartaans ga leven of zo. Ik bedoel, ik ben mensen die mij goed kennen, die weten dat ik erg gek ben op eten. En ja, ik ben ook erg gek op koolhydraten. Dus pizza, M&M's, dat soort dingen, dat eet ik echt wel. Alleen, ja goed, zoals ik dat vroeger ook al deed, dat doe ik eigenlijk alleen in het weekend en niet door de week. Nou ja, goed, wat ik vooral ga doen is ik ga mijn koolhydraatinname ietsje verminderen. Ik ga mijn koolhydraatmaaltijden per dag naar 2 zetten in plaats van heel de dag door. En de rest weer vet en eiwitten. En dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren met mijn lichaam. In theorie zou ik nog wat verder zelfs moeten gaan afvallen afhankelijk van hoeveel sportieve activiteit ik onderneem. Ik ben er erg benieuwd naar, dus ik ben sowieso van plan om mijzelf de komende 2 weken na de kuur nog eventjes te wegen en te meten. En dat zal ik dan ook in een blogje bij gaan houden. Dat zal niet direct erna zijn, maar goed, je ziet vanzelf wel op Facebook of op de website wat daar de resultaten van zijn. Goed, vandaag had ik dus mijn 3e opbouwdag. Ik mocht nu in mijn salade tonijn. Yay! Dat was erg lekker. Ik moet zeggen, het eten bevalt goed. Het gaat er allemaal met smaak in. En mijn lichaam reageert er, zover ik weet, goed op. Het is wel zo, vanochtend heb ik weer de urinetest gedaan. Om te kijken of ik nog in ketose ben, zoals ik gisteren was. En het strookje bleef wit, met andere woorden, ik ben helemaal uit die ketose stand. Dus mijn lichaam die gebruikt nu zowel koolhydraten als vetten om zijn doel te bereiken. Desondanks voelde ik me nog steeds wel futloos. Vanochtend heb ik bodypump gegeven. Ik heb de gewichten wel aangepast, maar niet meer extreem licht. Dus ik heb wel weer op een normaal basisniveau pump gegeven, alleen nog niet to the max, dat dan nog niet. Daarna heb ik geoefend voor een combat en dat was gelijk mijn cardio workout. Want je moet toch nog steeds je half uur cardio workout doen. En body combat is best wel een heftige workout, ook met een ingewikkelde choreografie en zo. En ja, dan gaat je hart best wel van omhoog racen. Dus ik vond dat oefenen daarvoor vond ik een prima cardio workout. Ik moet zeggen, tijdens die workout had ik er moeite mee. Mijn coördinatie was nog niet goed. Het was lastig om nog alle energie tot mijn beschikking te hebben. En dat vertaalde zich ook in de beroerde techniek. Ik heb daar staan combatten voor die spiegel bij Fun for Life. Net ze ging niet helemaal top uit. Ik had zoiets van, nou, ik hoop wel dat ik morgen dat anders doe. Ik heb er ook met het sportvaste team over gehad. Van jongens, ik voel me niet... Ik voel me nog steeds wel... De urinetest is goed, maar ik voel me nog steeds niet helemaal lekker. Ik was vooral heel erg moe nog steeds. Dus dat heb ik overlegd en het team van Sportvasten zei van nou weet je, doe vandaag dan toch nog maar even een liter appelsap extra drinken. Dus over de loop van de dag heb ik alsnog nog een liter appelsap gedronken. Zodat ik in ieder geval genoeg glycogeen en glucose tot mijn beschikking heb voor energieverbranding voor morgen. Daarnaast hebben ze me ook aangeraden van nou... Als het echt niet anders kan en je voelt gewoon dat je op bent naar een pumples, neem even een banaantje en doe dan je combatles. Dus ik ga voor de zekerheid nog even een banaan meenemen, just in case. Maar als het goed gaat, heb ik die banaan nog niet nodig. Goed, nou dat is wat nu de stand van zaken is. Vanochtend stond ik op de weegschaal. Ik was 200 gram aangekomen. Potverdorie, 200 gram aangekomen, daar baalde ik van zeg. Op zich logisch, ik heb natuurlijk wel een workout gedaan, maar ja, je gaat weer meer eten. En je merkt dat je basale metabolisme, dat is het metabolisme wat je lichaam, het minimum aantal calorieën wat je lichaam nodig hebt om te
om te draaien, überhaupt, om te bestaan. Dat, ja, dat gaat vanzelf minder worden. Als jij jezelf uithoort of heel weinig eten geeft, ja, dan gaat jouw lichaam ook steeds efficiënter draaien. En dat merk je nu ook, want nu ga je weer beginnen met eten en dan kom je stiekem toch weer een klein beetje aan. Op zich is er maar 200 gram en het is psychologisch. Het is natuurlijk vocht, het is glycogeen, het is alles. Dus je lichaam ben je weer aan het opbouwen, dus het is logisch dat je wat aankomt. Dus zo'n ramp is het niet, maar toch heb je stiekem in je hoofd van, ja, ik wil er eigenlijk nog meer ervan af hebben. Ja, dat is niet gebeurd. Ik denk dat de komende dagen ook niet gaat gebeuren. Ik ben wel benieuwd of dat, als ik eenmaal in mijn normale gezonde voedingspatroon zit met die 40% koolhydrateninname, ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Of ik dan wel alsnog verder afval. Dat zou heel erg mooi zijn. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Morgen de laatste dag. Zometeen ga ik vis en groente eten. Daar heb ik erg veel zin in. En dan morgen die allerlaatste dag. En daarna hou ik jullie natuurlijk op de hoogte hoe dit verder gaat. En zal ik ook met de conclusie komen of ik dit wel of niet in mijn dienstenpakket ga opnemen. Voor nu bedankt voor het kijken. Heb je nog feedback? Heb je vragen? Ga naar www.fitbewust.nl. Vul een contactformuliertje in. Bel me, mijn telefoonnummer staat erop. Stel je vragen. Voor de mensen die me kennen, jullie weten hoe je me kan vinden. Dus allemaal goed. Fijn weekend nog. Doei!